aanleiding is dat het de koning heeft behaagd om mevrouw Plukker een liedje te geven. En dat ga ik zo doen. Ze is een hele lange tijd is ze vrijwilliger geweest. Eigenlijk is ze dat nog steeds. En dat is ook het leuke, dat doet ze onder andere met de bingo die ze mede organiseert. En daarom is het ook zo leuk om het vandaag tijdens de bingo of na de bingo ook uit te reiken. Ja, nou, dat is ook een leuk. Moeten wij gewoon even zoeken? Nee. Ja, dat wil Jan niet van weten. Nee, samen. Ja, dat is wel anders, hè? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zat net de pauze in te zetten. Oké, ja? Dan gaan we direct naar de pauze zoeken dan. Ja. Dames en heren, ik heb een leuke mededeling. Ik wou Ada Plukker even naar voren hebben, als dat kan. Oeh. Wil jij even op deze stoep gaan zitten? Dan heb ik een hele prettige mededeling. Ik, voor allemaal die er zijn, ik wil je even voorstellen hier aan de burgemeester van Epen. Die komt binnen met zijn assistent. De secretaresse. Burgemeester, hartelijk welkom. Ja, wat zal er nou gebeuren? Ja, ik denk dat ik de burgemeester even het woord geef. Ik hoor wat. Hoort u mij goed allemaal? Ja. Ik praat luid en duidelijk. U bent in 2006 begonnen met uw vrijwilligersactiviteiten in diverse commissies van de AMBO, afdeling Fase. Na het opheffen van de financiële ondersteuning vanuit de AMBO heeft u zich in 2016 samen met mevrouw Jonker gestort op de oprichting van de jeugd van toen. Mooie titel. En is er op die manier een doorstart gemaakt voor de activiteiten voor ouderen. Ik noem er een aantal. De bingo op elke derde donderdag van de maand. De fietstocht, de wandeltocht, de jaarlijkse dagreis, kerstverloting en de nieuwjaarsreceptie. De activiteiten vinden doorgaans plaats hier in de kantine van de speeltuinvereniging De Kouwenaar. Dus dat betekent de zaal in orde maken en na afloop weer schoon achterlaten. En het is bij u allemaal in goede handen. Wat ik wel bijzonder vond om te horen, is dat u bij de activiteiten van de jeugd van toen altijd een gedicht voordraagt. En doet u dat dan altijd zo uit de losse pols? Nee, dat is het zo gewoon. En soms maak ik het zelf. Oké, ook eigen gemaakte gedichten. Ja, ook. Nou, dat is toch wel mooi. Dat is ook een... Poëzie is iets om de harten te laten verwarmen. Hè? Dus dat is mooi. Mij is trouwens verteld dat de kans klein is dat u als geheel onthouder hier stiekem een glaasje zult drinken. Ja, we hebben onze bronnen. Maar voor uw kleinzoon moest u toch eens een uitzondering maken. Ja. Ja. En wat heeft u toen gedaan? Ik heb een mixje gehad. Een Smirnoff gedronken. Oh. Maar goed, het blijkt maar weer eens dat u voor de kleinkinderen alles doet. Ja. En dat snap ik ook. Uw familie is uw heilig, is mij verteld. Ja. Nou, dat is ook mooi om te horen. Ik heb overigens begrepen dat mevrouw Jonker in 2019 een lintje van de toenmalige burgemeester heeft mogen ontvangen. U vormt nu dus, als ik u straks het lintje uitreik, want u weet waar het naartoe gaat, vormt u dus straks bijna een koninklijk duo. Nou, dat is toch mooi, meer een koninklijk duo in de jeugd van toen te hebben. Maar naast de jeugd van toen heeft u zich ook bijna of ruim 18 jaar ingezet voor de vrouwen van nu. Afdeling Fase Emst. Als bestuurslid heeft u het secretariaat bemand. Moeten we eigenlijk niet meer zeggen, hè? Bevrouwd moet dat dan zijn. Hè? Bemenst, misschien is dat het mooie woord, bemenst. Maar daarnaast ook met veel passie uw steentje bijgedragen aan de reiscommissie en de lief- en leedcommissie. Ten slotte heeft u ook nog bijna 30 jaar gecollecteerd voor de Nierstichting. Ook niet onbelangrijk, ja. U zou het bijna zelf vergeten, maar u doet dat ook, hè?
Dat gaat tegenwoordig ook wat makkelijker en zelfs digitaal. Maar u heeft er altijd veel tijd in gestoken van de route lopen en het geld tellen. Allemaal activiteiten die allemaal moeten gebeuren. Hè? En hier zitten toch een aantal mensen die al heel lang een geheimje hebben moeten bewaren. Want eigenlijk was het de bedoeling dat u uw lintje in mei uitgereikt zou krijgen. Corona gooide echt een roet in het eten. Maar u had ook zelf een flinke tegenvaller in uw gezondheid. Ruim 2 weken ziekenhuis en daarna nog 6 weken revalideren thuis aan het infuus. Nou, gelukkig helpt uw doorzettingsvermogen en sterke wil u weer op de weg terug. Bent u weer helemaal op de weg terug? Ja, we doen ons best. Kijk, daar hoor ik ook weer die doorzettingskracht. Heel mooi, heel mooi. Ik hoop voor u dat u snel weer kunt reizen, want dat doet u ook graag, is mij verteld. Mevrouw Plukker, u staat vandaag terecht in het zonnetje. Want u wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd met veel liefde ten bate van de samenleving heeft ingespannen. En het is mij dan ook een grote eer u te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik ga u nu de bijbehorende versiersel opspelden en ik zal u vertellen, ik ben blij dat ik dat zelf weer mag doen. Want wij mogen weer met enige compassie elkaar naderen. En u mag ervoor applaudisseren. Zo. Ja. Ja. Zo, hij zit. Dankjewel. En dat is vast uw man. Ja. Nou geef ik meestal de bloemen aan de vrouw, of aan de partner van degene die gereden is. Maar zal ik aan uw man geven? Ja, is goed. Want ik zeg altijd, achter zo'n sterke vrouw moet ook een sterke man staan. Dat is zo, want we doen het samen. Want we doen heel veel samen. Nou, dan geef ik hem aan u. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En dan mag u er beide van genieten. Ja. Dank u wel. Goed, beste mensen. Doet het? Ja. Beste mensen, ik wil de burgemeester Tom Horn hartelijk danken voor de uitreiking van de onderscheiding aan mevrouw. En mevrouw Werkhoff van de gemeente Epel, mevrouw Kotter en mevrouw Stegeman van de Vrouwen van Nu, mevrouw Jonker en last but not least Jan Eilander van de Jeugd van Toen. Voor een inzet dat deze middag verslaagd is met deze mooie onderscheiding. Ik wil iedereen bedanken die meegewerkt heeft. En ik als voorzitter van de jeugd van toen ben enorm trots dat we 2 van zulke kanjers in het bestuur hebben. Die in 2016 de moed hadden om door te gaan toen Liane de Haan de stekker uit het verenigingsleven van de AMBO trok. Dus dames, hulde hiervoor. Ga door. Ja, we gaan gewoon door met je.